Waarschuwing. De volgende video bevat flikkerende beelden. Geen mensen of dieren zijn gewond geraakt tijdens het opnemen van deze video. Nou ja, niet expres. Hallo, mijn naam is Johnny J. Johnson en dit is Addictions, a gaming story. Over gameslaaf. Wereldwijd zijn meer dan 1 miljoen jongeren gameslaaf. In Nederland alleen al zijn dat 20.000 jongeren. De gemiddelde gametijd per gamer is ongeveer 6 uur. Van de 9 gameslaafden is dit 30 tot 50 uur. In dit verhaal volgen wij Joey Churros, de geadopteerde zoon van Abby Churros. Veel kijkplezier! Dit is Joey. Hij is hevig gameverslaafd. Hij besteedt gemiddeld 90 uur per week aan gamen. Joey is al sinds zijn geboorte verslaafd aan gamen. Hij was gevonden op een bankje in een park met een Gameboy door zijn huidige vader en voogd, Habib Churros. Weken geleden hadden wij Joey een bericht gestuurd op Steam of het goed was om een interview met hem te houden. Vandaag hebben we dan ook eindelijk reactie van hem gekregen. Immers moeten we wel voorzichtig zijn, want Joey heeft al 3 jaar geen fatsoenlijk contact meer gehad met medemensen. Oké, hier gaat hij dan. Hallo, jij bent Joey, toch? Wie ben je? Ga weg, jongen. Ben aan gamen. Gek. Wij willen je graag een paar vragen stellen over je gamegedrag. Nou, vooruit dan, jongen. Ik heb 8 frames. Zet hem op. Vind je niet dat je een beetje te veel gamet? Te veel gamen, jongen. Dat is te weinig. Kutschool. Hoe lang heb je al geen contact meer gehad met andere mensen? Dat ik met andere mensen. Ik zit goed te praten met mijn Russische vriend Rasputin XXX1. Hé, hey, zoeken! Oké. Bedankt voor je tijd. Zoals u kunt zien is Joey niet aanspreekbaar. Joey leeft volledig in zijn gamewereld. Maar zelfs de beste gamers verliezen. De volgende beelden kunnen afschokkend bevonden worden. U bent gewaarschuwd. Ik sta nu op het punt om een interview te houden met de ouder en voogd van Joey, genaamd Habib Churros. Laten we kijken wat hij te zeggen heeft. Hallo, ik ben Johnny J. Johnson. U bent Habib Churros, toch? Ja, dat ben ik. Hoe lang is Joey al game verslaafd? Al sinds ik heb hem gevonden, want hij zat met de Gameboy in zijn hand. Hey.
Heeft u ooit problemen gehad met Joey als kind? Ja, ik altijd zeg, kom Joey, voetbal, kom Joey, wij gaan naar stad chickies kijken, kom Joey, wij gaan iets doen. Maar hij zegt altijd, nee, ik ben gamer. Wat zegt hij? Ik weet niet eens wat game is, hij is gay of zo. Was hij ook opstandig als kind? Ja, hij is altijd gamen en dan als hij dood in de game gaat, hij gaat schelden en zeggen en allemaal Russisch praten. Wat, ik snap hem echt niet meer hoor. Echt een probleem altijd. En als u iets aan hem vroeg, hoe reageerde Joey dan? Hij zegt altijd, get wrecked en sukabliat. En hij zegt, noob. Ik weet niet eens wat dat betekent. Suka! Wat ben je toen, man? Kom jij binnenstormen? Joey, kom naar buiten, beetje. Ze wil toch geen hier? Nee, maar! Zoals je kunt zien hebben de ouders het er ook moeilijk mee. En voor de kijkers thuis, game alstublieft met mate. Dit was mijn reportage. Ik wens u een fijne avond. Tot ziens. Scorpion wins. Flawless victory. Fatality. Boop 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 boop.
Thank you.